Zo, 1, 2, goeie avond iedereen. Welkom, Jan Bikous terug vanavond bij ons aanwezig. Voor deel 2 over het weathering en airbrush in het Nederlands. Ja, het zijn speciale moeilijke tijden. We zien onze noorderburen, die zijn jammer genoeg ook bijna allemaal in lockdown, alles dicht en zo. Dus wij proberen via onze live sessies hier toch een klein beetje licht in de duisternis te brengen. 2 weken geleden zijn we begonnen met deze LA7 van Free Wing of Flight Line te wedderen. De methode van Jan. Vorige week hebben we dan een volledig andere methode gezien met Tommy in het Frans. Ik had ook al een paar mensen die in het Frans eventueel wat meer uitleg wouden over deze methode. Als jullie vragen hebben, geen probleem, stel ze gerust. Welkom onder andere, ik zie Jerry, Guy, Egbert ook aanwezig. Ja, we proberen het zo interessant mogelijk te maken. Als jullie vragen hebben, niet twijfelen, stel ze via de chat en we proberen er dan zo goed en zo snel mogelijk op te antwoorden. Jan, vertel, goed. Wat gaan we vanavond goed Bert, dus vanavond gaan we even verder doen aan onze LA7. We hebben eigenlijk vorige week het gros gedaan van de weathering techniek met vet en zout. Die eigenlijk de grove offset is van heel het weatherverhaal. Hopelijk hebben we vanavond tijd genoeg om de fijne afwerking te gaan doen. Wat moeten we nog doen? Dat is eigenlijk de kou. Dus ik heb één helft gedaan, die zilveren weathering erop gedaan met dat vet. Die driehoek moet er nog op hairbrushed worden. De decals moeten er nog op. En dan hier en daar nog wat fijne afwerking, zoals die zwarte strepen aan de uitlaten en de mitrailleurs en weet ik veel wat. Ja. Hij vliegt tenslotte in oorlogsgebied. Hè. Ja. Dus zou voorstaan dat we eerst met het rood beginnen. Dus het zilver en het rood om onze driehoek hier te gaan afwerken. Je kan de driehoek ook gaan gebruiken van de decals, maar dat blijft natuurlijk een decal. Dus als je de mogelijkheid hebt om hem te airbrushen, nog zo makkelijk. Goed, oké, dan zijn we vertrokken. Hè. Ja, zijn er vragen, alsjeblieft, stel ze. Zo goed mogelijk met de camera's te spelen, dat het zo duidelijk mogelijk wordt voor iedereen. Voilà, dus als je hier al kan zien, aan de andere kant heb ik het reeds gedaan, hebben we daar rood en wit, maar natuurlijk ook de markings op het vliegtuig. Allee, die moeten eigenlijk ook volledig ingewaderd worden. Hè. En deze kant is nog helemaal maagdelijk, zeg maar. Allee, wel al met de ja, kleurenweddering. Ja. Dus die gaan we nu... Of Jan, beter gezegd, klopt. Zal die nu. Goed, ik heb ook een iets fijner toestel mee van Airbrush, die mij de mogelijkheid geeft om ietsje fijner te gaan werken. Hoe fijner dat Airbrush toestel is, hoe minder dat je moet gaan afkleven natuurlijk. Hè. Anders moet je hele toestel gaan inpakken met krantenpapier of met iets anders. Maar in dit geval kunnen we dat gewoon plaatselijk afkleven en heel voorzichtig eens gaan airbrushen, hopelijk. Oké, dus ik ga eerst de driehoek afkleven. Ook onze Duitse vrienden van Voltmaster zijn daar. Ha? Hallo Simon, oder, ja, ik denk Simon. Alles goed, hè? Eventjes checken, eventjes pieken aan de andere kant. Toch zien dat een beetje gelijk is, hè. Voilà. Goed, dus we gaan dat heel voorzichtig afkleven. Niet te geweldig. Dat je niet uw weathering daar terug afhaalt. Ja. Ja, dat hebben we vorige week ook gezien met Tommy. Je hebt dus in die tapes heel veel verschillende soorten. Kleuren van Tessa heb je verschillende kleuren tapen. De ene is ietsje, of kleeft ietsje sterker dan de andere. Nou, misschien eventjes ons camera hier zetten. Dat zal... Dus we gaan dat even heel voorzichtig. Het is ook niet nodig dat je dat hard op drukt. Dus gewoon even tegenleggen is eigenlijk ruimschoots voldoende. Nu, als je gewaar wordt dat het vrij delicaat is, het oppervlak, kan je eigenlijk altijd gebruik maken van deze rolletjes. Zeer, zeer handig. Het zijn eigenlijk papiercorrector rolletjes. Dat zijn eigenlijk rolletjes zelfkleven papier. Kan je een beetje vergelijken met van die hele post-it nootjes. En daarmee kan je eigenlijk ook gaan afkleven en dat kleeft bijna niks. Ja. Dus als je... Anders een keer op je broek. Op. Of wel even kleven op je dingen. Zie. Dat gaat niet blijven plakken. Nee? Ja, dat niet, maar dit wel als het te veel plakt. Kan je even... Goed, oké, we zijn vertrokken. Yes. Klein beetje vet, herinnert u, vorige week...
gaan we dat terug een klein beetje indeppen met een beetje vet. Niet te veel. Ja. Wacht, om nu even nog te recapituleren wat de mensen niet gezien hebben. We hebben nu eerst al de zilveren, de metallic verf erop gezet op de basiskleuren. En nu gaat Jan eigenlijk met ja, vet, dat is vet van fietsen of van, ja dat klopt. Doe het zelf vet, gaan in ja, deppen, zeg maar. Ja, met een oud stukje spons of met een, ja, weet ik veel wat. Ja, natuurlijk, met iets dat glad is, dat moet je niet gaan doen. Het is echt wel dat spot-effect dat je moet hebben, zodat de indruk krijgt dat de verf eraf geschilferd is. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja. En dat is eigenlijk wel een techniek die heel goed werkt. Hè. Dus eerst basic coat daarop, het zilver, donker, weet ik veel wat. Liefst zilver natuurlijk, dan komt het metaliek er mooi door. Ja. En dan ga je eigenlijk de definitieve kleur er gaan opzetten. Ja. Goed, dus we hebben een beetje rood nodig. Nou, we zitten hier wel nog, die witte lijn ook. Moet ja, maar die doen. Heb ik ook. Die doen we straks. Ah, ja, we moeten eerst rood, ja, uiteraard. We moeten eerst dan, het zilver en eerst het rood en het wit. Inderdaad. Okay. Dus altijd eerst de lak een klein beetje omroeren. Tip. Dus hier werken we nu met synthetische klopt. Lak. Hè. Ja. Tip, als je er met je penseelken in gaat of met een stokje, als het van je stokje druipt, dan is eigenlijk de dikte van de verf meestal goed. En altijd nooit niet je bekerke vol doen, want dat druipt dan van die toestand, dus doet er een beetje de helft in. Je hebt eigenlijk heel weinig lak nodig. Kijk, je gaat ook merken, ja, met dit toestel kun je echt schrijven. Dus, goed, en we gaan terug op dezelfde manier gaan werken. Dus echt heel voorzichtig is dat gaan opvullen. Soms durf ik een keer mijn naald naar achteraan, kijk, zie het, omdat ik dan ietsje vlugger kan werken. Ik ga ze even terug naar voren duwen, dat ik ietsje, voilà, dat ik ietsje fijner kan. Nu gaan we eigenlijk op de zilveren laag het rood terug aanbrengen, maar altijd in ja, 8 vormpjes, zeg maar. Dus Jan spuit niet gewoon recht, maar altijd in cirkelvormige bewegingen een beetje. Hè. Wat weten we dat is, de vervuiling. En ja, het is ook niet gelijkmatig dat die vervuiling erop komt. Hè. Ja. Het is niet nodig om daar een dikke laag verf op te zetten. Dat is eigenlijk geen enkel nut. Ah, goed. Dat is ook dezelfde techniek die je op de spinner toegepast hebt, denk klopt, ik. Ja. Klopt, identiek. Voilà, goed. Oei. Nu, ik ga misschien een klein beetje, als het kan, een klein beetje schuin houden. Mm-hmm. Alsof voor jou werkbaar is. Nou, dat zal zeker lukken. Kijk, ondertussen, alleen die lak droogt eigenlijk beter. Vrij snel. Dan gaan we ons decals, onze afplaktape eraf halen. Voilà, goed. En dan kunnen we eigenlijk al heel voorzichtig, misschien beter met papiervodje, dat is iets ruwer, kunnen we eigenlijk al dat rood er een beetje beginnen afhalen. Kijk, zie je dat? Voilà. En dan heb je eigenlijk al effect, hè. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Hè. Kijk, zie je, hebt hier al eigenlijk al dat effect. Ja, en die brokkeling, die oneffen structuur krijg je eigenlijk dankzij die... Ja, dankzij dat vet, hè, dat voilà, we opgesmeerd hebben. En afhankelijk van het model, ja... Hoe ver dat je erin gaat, dat bepaal je zelf. Zo'n Tweede Wereldoorlog toestel of zo, dat kan dat wel hebben, vind ik. Ja. Voilà, goed. Oké, ja. En dan nu het wit. Hallo. Goed, wat ik nu wel ga doen is even, aangezien dat er nu wel vet op die ondergrond zit, ga ik dat even ontvetten met een heel klein beetje wasbenzine. Ja. Ja, ik kreeg nog de vraag van Lieven Thibault, die vraagt welke tape gebruik je voor de contouren te tapen. Ja, dat is die gewone, we hebben die staat op onze website ook, die gele, ja, hebben in ja, twee diktes. We hebben ja, die van ja, Tessa ja, ook, die vind je in de carrosserie bij onder andere Govaar hier in Brugge, dat is een specialist. In carrosserieverf, die vind je in verschillende landsdelen en die hebben ook die verschillende, of hier van 3M is het, die Jan gebruikt, die blauwe, en die heb je in heel veel verschillende diktes en ook in verschillende, ja, moet je zeggen, zachtheden. Ja, in de ene kun je veel meer rechten, die ene is voor rechte lijnen, de andere kun je veel meer buigingen en zo. Dus daar heb je heel veel verschillende soorten in. En dan voor het grove afplakwerk wat we hier gebruiken, gewoon ook de Tessa, maar daar dus ook twee of veel verschillende soorten in. Vind je in de gewone doe het zelf, van afhankelijk van het kleur heb je dan de ene die meer of minder kleeft dan de andere.
En de, om op Peter zijn vraag te beantwoorden, de airbrushen die wij gebruiken zijn dual actions. Ja, Jan heeft hier nu eentje van zichzelf, nee. Maar deze hebben wij in het gamma van Fengda. Dus die komt volledig compleet dual action. We hebben setjes met compressors erbij. Of de losse, voor mensen die al de compressor hebben, hebben we ook de losse pistooltjes uiteraard. En ondertussen is ook het volledige gamma airbrushverf van Vallejo besteld. Dat is acrylbasis, dat is dus op super, waterbasis. Super materiaal. Dat is, daar komen er 60 kleuren van binnen en die zouden hopelijk binnenkort snel binnen zijn. Didier vraagt, als we met wasbenzine de verver niet gelijk afhalen. Nee. Nu hebben we was met wasbenzine. Ja, je moet natuurlijk wel opletten, Didier, dat je er niet, je moet daar niet zitten op wrijven. Je kunt het er natuurlijk allemaal afwrijven, ja, dat weet ik. Maar het is ook de bedoeling dat je daar heel voorzichtig over gaat. Het is maar even ontvetten dat je moet doen om het wit erop te zetten en that's it. Ja. Je kan er natuurlijk gaan op wrijven, maar ja, een beetje fingerspitsgevoel is altijd wel plezant natuurlijk. Hè. Allee, een beetje. Moet je nu ook terug wat vet doppen een heel voor klein het beetje, wit? Ja. Een heel klein beetje. We hebben het de vorige keer afgehaald, dus een heel klein beetje. En op die manier kun je eigenlijk, kun je zo er heel je naaf mee amuseren, hè? Ja. Met je vliegtuigje. Goed, een heel klein beetje wit. Andere camera. Het is in principe zelfs niet nodig van het pistoolje volledig uit te kuisen. We gaan het nu gewoon even doorhalen, maar een heel klein beetje tenner. We hebben hier ons bakje nog staan. Ja, juist, ja, maar kijk. Een beetje reclame maken voor het materiaal dat we verkopen, Jan, toch? Ja, sorry Bert, ik ben nog, ik heb allemaal niet gewend van dat gesofisticeerd materiaal. Kijk je door, zeg. Dat was, hè. Perfect. High-tech. Superhandig. Inderdaad. Ja, en Rob, de video's, alle video's zijn uiteraard op ons YouTube-kanaal achteraf nog te bekijken. Dus ik zou zeggen, zeker eventjes abonneren. Ze worden achteraf of binnenkort allemaal mooi gesorteerd per Nederlands, Frans, YouTube, livestream. Want we proberen elke week, om de week Nederlands, om de week Frans, omdat we natuurlijk ook heel veel Franstalige klanten hebben bij ons. Daarom volgende week hebben we er eentje in het Frans over Futaba. Voor mensen die Futaba vliegen of die interesse hebben in Futaba en iets willen bijleren, gaan we eventjes het volledige gamma overlopen. Uitleggen wat het verschil is tussen FHSS en TFHSS, Fast and Fastest. Eventjes alle zenders en ook wat basisprogrammatie in de zenders. Goed, en ondertussen gaat Jan een laagje wit erop doen. Ja, en hier ook het afplakken is met gewoon een schilderstape. Daar mag ook iets onder doorkomen. Ik bedoel, als je ziet hoe de Warbirds of hoe de oorlogsvliegtuigen destijds geschilderd werden. Ja, maar ja, de Duitsers deden het gewoon met vod, hè. Ja. Die sloegen met vod met verf op de vliegtuigen. Allee, dat is allemaal niet zo. Ja. Allee, niet zo. Maar, nu, dat je ziet nu, zien we dus het wit mooi. En nu gaan we met de vod erover en dan. Krijgen we meteen terug. Ja, een beetje dat effect er terug in. Voilà, zie. Ja, en zoals je ziet, meteen direct alle heel verschillen. Nice. Oké, goed. Nu zijn er twee dingen die we kunnen doen. We kunnen nu in principe eerst de decals erop zetten, omdat we ook de decals gaan mee in het geheel op. Alleen op gaan werken. Uh-huh. Anderzijds is er de indruk dat het er achteraf opgezet is met zo'n een lelijke stickerrand er rond. Dus we gaan even een klein beetje opruimen. Ja, daar was ik eigenlijk het meest benieuwd naar hoe dat we dit nu. Want ja, hier ziet het er echt super oud uit en hier hebben we nog geen decals. Dus de decals zijn nog volledig blank. Uh-huh. Dan gaan we nu eventjes. Door. Eerst de decals zoeken, daar. Ja.
Moet je hem nog knippen? Nee. Ja, dit is nog... Dus de beste mensen, zoals u ziet, het is echt een blinkend stickervelletje, dus we zijn benieuwd. Ja, goed. Wat het eerste dat we gaan doen is onze, daar waar de decals moeten komen, goed ontvetten. Want anders gaan ze na een tijdje natuurlijk terug afvallen. Kun ik die wasmachine nemen? Daar, sorry. Daar, ja. Ja, dank u. Alsjeblieft. Je bent dan ook een slokje pakken tegen corona en Jan. Ik heb dat ooit een keer gedaan. Dus. Ja, en Jan weet wat het is, want die heeft toch wel een paar weekjes gehospitaliseerd geweest. Van corona? Ja. Ah ja. Ik wens het niemand niet toe, in alle eerlijkheid. Dus als ik u een tip mag geven, hou jullie toch eventjes aan de regels indien mogelijk. Het is geen lachertje. Maar goed, we zijn hier nog. Ze hadden mij daarboven nog niet nodig. Dan kan jullie nog 40 jaar pesten. Onze micro is in beleden geval. Goed. Nu wat de decals betreft, meestal zitten die op één op geheel vel met in veel gevallen een glanzende laminaat erop. Dus het eerste dat je eigenlijk kan en mag doen, wacht, ik zal het even voordoen. Wacht, door een stukje. Schaar. Ah, ik zie het al. Ja, maar er is er nog één die niet gedaan is. Ja. Dus eigenlijk het eerste dat ik doe, even langs de kant, dat is als je zo'n een glanzende decal hebt. Allee, in principe, kijk, je ziet wat ze doen. Ze gaan dat echt in het vierkant tussen vel en vlees gaan uitplotten. En als je dat natuurlijk op je toestel gaat kleven, dat lijkt ook nergens op. Hè. Nee. Dus het eerste dat ik ga doen is met zo'n schuursponsje of met een 600 schuurpapier, is gewoon een keer matteren. Hè. Dus gewoon tot wanneer dat de glans eraf is. Ja. Dat is al het eerste. Alleen opletten als je schuurt dat je niet door je laminaat zit, want dan is het kapot. Hè. Dan is ik denk dat zo'n schuursponsje wel ideaal is, beter dan schuurpapier. Ja, dat is ideaal. Kijk, tot wanneer dat hem, ja, je kunt dat misschien moeilijk zien, tot wanneer dat hem echt mat is. En één keer als het mat is, dan gaan we hem ook gaan uitsnijden. Natuurlijk, een beetje afhankelijk van de complexiteit van uw decal, is het uitsnijden al wat moeilijker of wat makkelijker. In dit geval is het een rode ster. Dus we gaan gewoon even in het beeld snijden. Dus, ja, iemand die vraagt ook, als de decals er al op zitten, dan wordt natuurlijk ietsje... Wat je dan kan gaan doen, je kan aan wedderen, maar in principe wordt het niet moeilijker. Het ene dat je moet opletten natuurlijk als je met jezelf verspuit, dat je niet over die dekels gaat spuiten. Ja. Maar in principe met dat vet kan je wel een beetje gaan meedoen, maar als ze er iets op zitten, dan wordt het inderdaad wel ietsje delicater natuurlijk. Ja, daar kan je niet van uit. Dus in de hoop dat ze er, meestal zitten ze er niet op veronderstel ik. Ja. Het is ook niet de bedoeling van ze volledig weg te gaan halen, want dan lijkt het ook nergens op. Nee. Het goede nieuws trouwens voor de mensen die decals zoeken. Wij hebben vorige week een nieuw toestel besteld bij Aerobertix, namelijk een sticker, printer en plotter, die eigenlijk dus de stickers gaat printen full color en dan ook gaan uitsnijden. Die hebben we vooral voor ons eigen ook, voor stickervellen te printen voor onze klanten. Vooral voor de Extreme Flight toestellen gaan we basic sticker sets extra maken. Maar er is ook iemand die zegt van nou, ik wil een stickervel voor Warbirds. Is het Engelse Concardes, Amerikaanse, Duitse, weet ik veel. Die zullen we dus ook allemaal op maat gaan maken in verschillende schalen en zo. Dus, schitterend. Ja. Goed, oké, dus even een klein beetje opschuren. Dat het een beetje ruw is. Oké. Voilà. Goed. Dan hebben we hier onze decal die ik daarnet uitgesneden heb. Misschien dat hij een beetje op dezelfde positie hangt. Voilà. Soms kan het aangewezen zijn als ze hem niet goed kleeft van hem even te verwarmen met een haardroger.
Beetje opletten dat je er altijd je hand kunt tussen houden. Als je een heatgun gebruikt om verf af te branden, kan je gebruiken. Maar moet je ervoor zorgen dat je altijd je hand er kunt tussen houden. Want anders ga je je oppervlakte beschadigen van je vliegtuig. Een beetje mee opletten. Voilà, goed. Oké, okay, dus die staat erop. Hey, maar je ziet, ja, die steekt natuurlijk enorm af tegenover de rest. Veel te mooi. Voilà, en een beetje amuseren. Hey. Dus het eerste dat we gaan doen op onze sticker, dat is eigenlijk die panel lines laten doorlopen. Dus dat kan je met een lat gaan doen. Dan gaan we die panel lines laten doorlopen. En dat kan je altijd een beetje wegwrijven met je vinger of je hand. Ja, maar dit doen we eigenlijk met een stiftje. Hè? Niet met de panel lines aanvankelijk. Nee, in de foam deed je met die soort mesje. Ja, maar hier kan je dat niet. Nee. Allee, wat ik ga doen is eerst mijn panel lines doortrekken en dan ga ik stukjes uitsnijden om die beschadiging te reproduceren. Okay. Als ik het een beetje zo kan vasthouden. Ja. Dus we gaan die panels doortrekken, zoveel mogelijk. Voilà. Ja? Ja, hier nog een stukje. Ah, daar hebben we nog een stukje. Zodat die vlieger een beetje in waarde steed. Ja. Goed. Oké. Okay. Dan vervolgens gaan we ook onze revetjes erop zetten. Ja, die ga je dus wel echt gaan doorprikken ook. Hè. Ja. Ja, dat kun je anders. Ja. Ja. Het moet er wel in zitten natuurlijk. Ja. Dus we gaan hier onze revetjes. Eigenlijk gaan we... De diepte die we erin gestoken hebben in die andere oppervlakken gaan we nu gewoon op die stickers laten doorlopen. Hè. Ja. Zoek. Dat ziet er goed uit. Ah, hier. Hier. Voilà. Goed. Zo. En even detail. Kun je zien, is dit al een... Voilà, en wat we nu kunnen gaan doen om het al in eerste instantie af te werken, dat is echt onderbrekingsjes gaan inzetten. Ja. Dus dat je echt zegt van oké, kijk hier bijvoorbeeld, ga ik gewoon met mijn mesje langs die lijn eigenlijk een stukje gaan uithalen. Want ja, die decals zijn beschadigd door het misbruik van het vliegtuig. Ja, dus nu ga je wordt er eigenlijk gewoon een stuk uit de sticker. Dat klopt. Volledig weggesneden. Hè? Ja, dat is het. Ja, daarmee doe je natuurlijk. Ja, je gaat daar zo ver in als je wilt. Maar uiteindelijk, een stukje meer of minder, kan uiteindelijk niet zoveel kwaad. Hè. Het stiftje die Jan gebruikt voor de sticker is gewoon... Het is wel een watervast. Watervast, ja, watervast Staedtler 1.0, dus een 1 mm. Pigment liner, ja, dat vind je denk ik in de betere tekenzaak of zo. Pardon. Even je dopslotje erop doen, anders is het kapot. Hè. Ja, ik zie Jan die vraagt decals wie gaat ze tekenen. Ja, uiteraard kunnen we ze zelf tekenen. Je zegt van kijk, dat en dat wil ik. Ja, uiteraard in het ontwerp zit ook wat tijd. Dus afhankelijk als je ze klaar kan aanleveren, print klaar aanleveren, dan heel graag. Dan wordt het gewoon ietsje goedkoper voor uzelf. Maar we kunnen in principe alles printen tot 50 centimeter breed. En dan zo lang als je maar wil. En ook contourplotten. Ja, dus ze komen eigenlijk volledig geplot en gesneden uit de machine. Klaar om te kleven. Hè. Ik zie op die manier ga je eigenlijk. En dan
om ja. te gaan finishen. Hier even dit tonen, dat we gewoon hier en daar uit de ster een paar stukjes gehaald hebben. Om hem wat te verouderen en om te finishen, sorry Jan. Om te finishen gaan we hem nog een beetje zwart maken, een beetje vuil maken. Ja. Want anders dan blijft hem wat te mooi. Ja. Dus ik ga eventjes mijn pistool even... Ja, doe maar, ik heb tijd. Ik ook. Er is toch niets op tv, dus. Ja. Ja, jawel, hè. YouTube Live, Aero Bertix. Elke maandagavond om 8 uur. Ik bedoel, commercieel aanbod. Hè. Ja. Erik vraagt nog, als we alles nog met vernis gaan doen, dan gaan we hier in dit geval niet doen, zeker niet. Ik moet eerlijk zijn, ik deed dat vroeger altijd met een vernis, maar ik doe dat niet meer, zelfs niet op mijn... Ik ben nu aan mijn derde turbinejet bezig, die Rafale. Zelfs daar doe ik dat niet op. Ik ga er geen vernis niet meer opzetten. Ja. Nee. En zeker elektrotoestellen, dat geeft veel nut niet meer. Nee, dus vroeger met methanol en ricinusolie, wat was er ook allemaal, was dat een ander verhaal. En eerlijk gezegd, als uw Kerojet naar beneden komt, ja, meestal ga je dan met heel weinig terug naar huis. Gelukkig, dus... niet heel veel ervaring mee. Maar ja, vernis kan zeker. Kan. Je gaat zien, we hebben dan ook... Van Valeo komt dan ook verschillende soorten vernis. Glanzend, mat, satijn, hebben er heel veel verschillende soorten in. Als ik hem echt inderdaad, moest er nou inderdaad nog met een methanoltoestel zitten, dan zou ik dat wel doen natuurlijk. Ja, maar... inderdaad. Ik zou zeggen, mijn Spitfire is ondertussen meer dan 20 jaar oud en die heeft gewoon natural weathering. Onderaan, ja, die is in een matte vernis gezet. Maar toch, ja, die benzine die uitlaat, blijft daar een beetje... En ik heb hem eigenlijk ook nooit echt gekuist met kuisproduct, maar gewoon eigenlijk de olie weggesmeerd. En dat is gewoon pure natural weathering, dus zo, een beetje zwart aan het prepareren. Ik ben blij, we hebben een nieuwe computer geïnstalleerd vandaag, of dat heeft onze... vakantie jobstudent Jellis gedaan. En Jellis, hij doet het goed. Goed werk geleverd. Dus, goed. Ja, natuurlijk weddering met olie, dat verandert de zaak. Maar wij hebben het hier allemaal gewoon met verf gedaan. Hè. Ja, maar het kan. Ja. Kun je dan met wasjes gaan doen? Dat gaat perfect. Ja. Op die manier ga je hem echt gaan inwerken. Ja. Uw sticker. En wat je, kijk, dat is handig terwijl we nu toch bezig zijn, als je zo een papiertape neemt en wil echt zo een keer een echte effectje erop zetten, kan je dat altijd een beetje afkleven, heel voorzichtig. En dan altijd buiten uw object beginnen en dat heel voorzichtig is. En dan kunnen we er altijd zo schaduw kunnen aan geven. Hè. Dan ga je er gewoon nog over de panel. Zo voor een keer een extra dimensie iets aan te geven. Dus ik verwacht ook niet dat je daar direct effect van hebt. Soms moet je daar een keer een beetje over gaan. Kijk, zie dat tot wanneer dat je dat effect er een beetje op krijgt. We zullen dan direct die uitlaten doen, dan ga je dat wat beter zien. Moet eerlijk zijn, ben er niet altijd voorstander van, omdat je zo soms een damboord effect begint te krijgen. Ja. Maar als je zegt van oké, het is ietsje te geweldig, wat pakt uw schuur? Kijk, en dan kunnen we daar nog een keer over gaan. Ja. En kunnen dan nog een keer, kijk, zie dat, kunnen dan nog een keer schoon. Ja, die sterren zal echt wel. Ja. Sterren, het ziet toch niet veel sterren meer over. Hè. Ja. Nog een stukje. Beetje te veel. Dan gaan we erop laten, anders hebben we geen sterren meer over. Voilà, zeg. Ja. Goed.
goed, we zullen nu een keer kijken, hier laten we even die uitleg. Dus, ja. Dus je kunt in principe kijken, je kan in principe dan nog een beetje waghalen, altijd een beetje waghalen. Moest je nu zeggen, het is te donker. Ja. Altijd kijken, ja. En kijk, en dan komt dat, oei. Ja, een klein momentje, het is waar dringen, dus dat kan ik goed. Dat is het voordeel. Dat is het voordeel, ja, je kunt altijd. Voilà, we zien toch al een heel mooi resultaat. En dan hetzelfde met de stickers voor de 27, als die aan de andere kant moet. Hetzelfde methode van werken, dus ja. Klopt. Even zien dat we dat hier het best in beeld brengen, om dan de motor... Well, we zitten hier ergens met wat vervuiling achter die motor. Ja. Dus wat we gaan doen, uiteindelijk komt de vervuiling niet zozeer hier, maar zit hem eigenlijk meer in dit gedeelte. Ja. Dus het makkelijkste is eigenlijk dat je hem een beetje afkleeft. Dat je hem hier afkleeft, waardoor je dat stukje eigenlijk niet meeneemt. En misschien er best nog eentje opleggen. Voilà. Dus hier ook gaan we tape gebruiken die bijna niet plakt eigenlijk. Het is helemaal niet erg dat er wat van die zwarte verf daaronder komt ook. Want, ja. Dat geeft totaal niet. Oké, even terug zo. Ja. Goed, en dan een beetje improviseren. Hè. Kijk, je ziet als je je pistool te fijn zet, kun je dat eigenlijk in principe bijna mee schrijven, hè, met je pistool. Wacht, je met iets kapot. Beetje water, ja, probeer het. Is goed zo wel. Kijk, en als je te weinig effect hebt, kan je altijd je naald en arken naar achter halen. Voilà. Eigenlijk probeer van altijd bepaalde schaduw te gaan benadrukken. Kijk hier rond die uitstulping. Ja. Nou, heel voorzichtig is, kijk, zie dat? Die schaduwtjes een beetje gaan accentueren. Ja. Alleen opletten, niet te geweldig. Moet zo heel sumier. Ja. Kijk, klik hier ook, doet dat dan mag nog een beetje meer zijn. En eventueel als je zegt van hier ook bijvoorbeeld, die voorkant kan je ook nog een heel klein beetje meepakken. Maar één keer als je dat gewend bent aan te doen, dan raakt je daar een beetje van gebeten en dan... Ja. Een beetje een techniek dat je ook kan gebruiken, daar waar de kanon zitten, waar dat de mitrailleurs zitten, zo die... Ja. Ik weet niet of dat hier... Ik weet niet wat dat is. Zichtbaar is voor de mensen thuis, dat is ook al een beetje zien. Dus hier zijn we nu mooi het zwart hier aan het spuiten. Ja. En zoals Jan zegt, ja, niet te geweldig. Hè. Dus, Nee, echt. En dan kan je eigenlijk met je Nairbus die paneltjes gaan volgen. Nu ga je eigenlijk ook nog over het stuk waar we die sticker, of ja, over die driehoek gedaan hebben, over dat rood ook, nog een keer erover met zwart. En dan nog een keer met het schuursponsje. Dat kan. Ja. Ja, het schuursponsje is eigenlijk om zo een beetje een kraseffect erin te steken. Ja. Maar dat zwart, dat is eigenlijk een beetje een vervuiling dat je eraan geeft. Mm-hmm. Het is op. Alleen opletten als je het... Allee, dat is zeer verleidelijk, ik heb dat in het begin ook tegenkomen. Als je bezig bent... Dan dat je erover gaat en daar moet je een beetje mee opletten. Ja. Allee, dat je bent zodanig bezig met je airbrush en het gaat goed dat je om duur het totaalbeeld een beetje aan het vergeten bent. Daar moet je zo een beetje mee opletten. Ja.
En dit is nu puur zwart, of kun je er ook beter misschien een soort donkergrijs? Ja, het is geen zwart, het is een soort donkergrijs, ja. Het is geen zwart, liefst geen zwart. Metallisé of ook gewoon mat? Ja, mat, ja. Donkergrijs, ja. Dat was een druppertje. Ja, wat? Gelukkig net ernaast. Ja, wat? Wat kan niet zoveel kwaad, het is waterbasis, dus we krijgen het er wel af. Dat is het voordeel, die dingen die wij verkopen, die hebben wel zo'n dopseltje voor erop. Dus dan iets minder snel zo'n druppers. Een beetje vanuit, nou een tijd in Bert al hier. Ja, ik heb gehoord, ik ga je een cadeau moeten geven. Ja. Zoek nog een goede sponsor. Ja. Dori. Kom maar. De pistool staat nu echt wel heel van, lijntjes van 5 mm. Ja, je kunt in principe lijntjes van 3 mm spuiten, maar het is niet veel nut, want als het te geweldig is, dan is het te laat. Ja. Dus je zei beter dat je pistool kunt, voilà, en dat je er een paar keer over gaat. En dat je op die manier, kijk, zie je dat, die vervuiling, die schaduwtjes er een beetje op zet. Ja. Wat ik eigenlijk ook wou tonen, bijvoorbeeld op die, hoe noemen ze dat, die de retrax afdekt. Ja, stel nu dat je zegt van oké, ik wil gaan wedderen, zoals dat Tommy ook meer gedaan heeft, alhoewel hij heeft eigenlijk ook redelijk doorgetrokken, en mijn originele kleuren behouden. Zonder zilver en zonder grijs, dat je zegt van oké, ik neem mijn Airbus, ik ga een soort donkergrijs prepareren, en ik ga daarmee gaan wedderen, maar ik wil mijn originele kleur behouden. Uiteindelijk kan dat ook. Het effect zal misschien niet zo doortastend zijn, maar wat dat je wel hebt, dat is dat je dan niet moet die kleuren gaan bij elkaar sprokkelen en van die toestand. Je behoudt het kleur van je originele kit, of wat dat ook is. Mm-hmm. Hey, bijvoorbeeld hier, kijk, kan je dat ook met dezelfde beweging. Ik ga misschien even plat leggen, kunnen de mensen thuis het ook ietsje beter volgen. Kijk, de onderkant is eigenlijk nog niet gedaan. De onderkant, zoals u ziet, is nog volledig, maagdelijk. Is misschien zo. Dus als je een donkere grijs hebt, dan gaat heel voorzichtig met je Airbus. Op dezelfde manier ook die vervuiling er gaan opzetten. Hè. Alleen opletten dat je je originele kleur niet... En wat je eventueel ook kan doen, dat is juist het omgekeerde. In plaats van vet te gebruiken, met zilver gaan doppen. Ja, dat kan ook doen. Dat is hetgeen dat Tommy eigenlijk gedaan heeft voor de week op die panel lines. Voor mij heeft dat maar één nadeel. Het geeft meer een indruk dat het erop ligt. Ja. Dat is al. Ja. Hier, dat heb je hier niet. Hè. Hier is het echt een schilfereffect. Dat is het, voor mij het grootste verschil. Maar voor mensen die zeggen van oei, dat is mij veel te doortastend geen dat jij er aan toe bent. Ik ga er mij dat niet aan wagen aan mijn model. Dan kan je dat eventueel wel op die manier gaan doen. Ja. En ook een beetje rekening houden met dat de vervuiling het meeste zit. Kijk, en zelfs al ga je er een beetje over. Nou, laat ons zeggen dat we nu zijn, maar we gaan een beetje overdrijven. Voilà. Hey. Dat kan je nog altijd met je schuursponsken. In de richting, in de vliegrichting. Kijk, zie je dat? Kun je nog altijd die krasjes daar gaan inzetten. Hè? Ja. Voilà. Ja, voilà. Ziet, voilà. En dan heb je eigenlijk, niks beschadigd dan je origineel. Hè. Nee. Ziet, dus wat doe je? Voilà, je gaat erover en dan gaan we er nog een keer over. Ja. Hm? Mag zelfs nog een aardje meer zijn. Dan eigenlijk een beetje tegen mijn hand ontwerpen. Ja, sorry. Nee, maar geen probleem. Normaal zie je begint altijd van daar in die richting. Ja. Dat zal ook wel lukken. Nou, als we dat hebben, een klein beetje laten drogen, maar het is acryl, moet je een klein beetje drogen. Zo, even te volgen, als dat beter is. Ja. Kijk, en dan kunnen we weer.
fietsen, hoor, zie je. Dus op die manier. Ja, voilà. Dus eventjes close up in de camera. En dan kun je zien dat we zo het wiel, de afdekkap, mooi gewoon met donkere reis. En in principe als je zegt van oké, ik ga hier niet dezelfde techniek op toepassen, kan je dat eigenlijk volledig op je ondergrond gaan doen. Hè. Ja. Dan heb je eigenlijk maar één kleur nodig. Oké, uh-huh. Het gaat misschien niet zo spectaculair zijn, maar aan de andere kant... zwart erop, schiffontje. En die metaalwiel in de richting. Even. Zie je? Op die manier. Altijd in de richting. Alleen nooit niet. Op de vleugels ga je in die richting gaan schuren. Op de romp in die richting. En in je wielkappen. Ook in die richting. Nooit niet in een tegenstelde richting dat je vliegt. Want anders dat geeft dat zo een onnatuurlijk effect. En je ziet dat er ergens iets niet klopt. Ja. Goed, het volgende gaan we hier nog die decal op doen, want we hebben nog wat decals tekort. Oké. Ik had hier een paar geprepareerd, waardoor dat we wat minder tijd gaan verliezen. Eentje hier. Nog een ster op de start. Dus ja, ik weet niet of die goed ontvet was, die start allemaal. Ja, ga hem meenemen. Ja. In het begin plakken ze zo'n beetje, en ze lijken niet veel hoesting, maar ze blijven er toch op. Dat die indruk heb ik toch. Ja. Hetzelfde verhaal. Je kunt dus zeker altijd achteraf ook een matte vernis erop gaan doen, zoals Johannes vraagt. Dat kan. Die Valeo verf die komt deze week op de website en die zou hopelijk binnenkort leveren. Deze week zijn dat we ze binnenkrijgen, maar ze sowieso alle kleuren zijn besteld, dus zeer binnenkort beschikbaar ook. Het zijn de Airbrush 60 ml potjes die bij ons in het gamma komen. Dus niet het volledige, want het volledige gamma is enorm van Valeo. Maar dat is dus acrylbasis, op waterbasis. Dus kun je ook gewoon met water gaan verdunnen. En op alles gaan gebruiken. Kan zowel voor bodies van auto's gebruikt worden als op RC vliegtuigen uiteraard. Nee, het is goed materiaal, ze kennen dat. Wordt ook veel gebruikt in de statische modelbouw, plastic modelbouw, dat komt daar, alleen dat is, ja. Voor plastic modelbouw hebben ze een specifiek gamma nog met, waarschijnlijk, ik dacht 240 of bijna tegen de 300 kleuren. En dat zijn dan de 17 ml potjes. Als we zien dat er vraag naar is, komen die ook wel in het gamma. Aangezien wij momenteel geen statische modelbouw doen, heb ik die dan ook niet besteld. Vooral de Airbrush. De premium colors besteld. Dat zijn toch al 60 kleuren. En als je daar een beetje mee eventueel nog gaat mengen, kun je denk ik bijna alles maken wat ook maar nodig is. Hè, voor, zo. Dus nu gaan we terug met het donkergrijs. Wat gaan verouderen. Hè. In principe, allez, we moeten er eerlijk zijn, neem je daar eigenlijk wel wat meer tijd voor. Nee. Dat effect, maar er hoort ook een klein beetje geduld. Ja, zoals u thuis kunt zien, is de staart ook. Deze kant is al volledig gedaan. Die kant moet ook nog verder afgewerkt worden. We kunnen natuurlijk geen volledig vliegtuig hier 200% gaan afwerken wegens de beperkte tijd. Lukt dat om zo te werken? Ja, ik ben op zoek uit om dat stiftje. Stiftje, daar. Ik ga hier die pennenlijntjes nog doortrekken. Ja, ik moet een beetje creatief met pennenlijntjes zijn. Het is dus letterlijk een beetje met een natte vinger ook. Hè.
Ja. En als je taart, ja, de kerst op de taart, kan je er eigenlijk ook nog met uw wasjes op, hè, met zo'n was. Kan je ook nog, gelijk dat we hier gedaan hebben, kan je dat ook nog gaan behandelen. En even die lijn doortrekken. Die stond er nog niet op. Ja, zo een paar. Ja, ik zie het. Natuurlijk, de techniek die we hier gaan toepassen, met die lijntjes erin krassen en die rivets erin gaan doen, dat kan je perfect doen op een foamy of op een composite toestel. Als we met een toestel zijn die bespannen is met folie, kunnen we dit moeilijker gaan toepassen. Het is beter om de methode van Tommy van vorige week ja, te toepassen. Ja, ja, kan maar moeilijk, ja. Maar op Solartec zou je eventueel nog wel kunnen puntjes gaan zetten met lijm, dat zou misschien nog wel lukken. Maar ik moet zeggen, daar heb ik eigenlijk weinig ervaring mee. Kunststof, al wat je wilt, dan is het in plaats van, ja, dan moet je iets kunnen harder krassen natuurlijk. Ja. Ja, ik heb persoonlijk mijn Spitfire, die ondertussen 20 jaar oud is, daar heb ik ook op de Oratex, eigenlijk met witte, witte lijm, witte houtlijm, en dan met een tandenstokertje, heel veel rivetjes, dat was een paar avonden bezigheid, maar dat het effect is wel mooi. De panel line zelf, ja, die kun je natuurlijk niet of ietsje moeilijker gaan aanbrengen. Die zijn dan allemaal volledig geschilderd. Hè. Ja. Daarom ook, daar zie je dan ook het verschil van een toestel van Karf bijvoorbeeld. Die ga je die Mustang en zo van hun krijgen, komen altijd in een zilveren basiskleur. Waardoor je dan heel veel makkelijker die weddering kunt gaan, gaan toepassen. Hè. Ja. Ja, tuurlijk. En soms mag dat je er een keer over gaat en dat je dat dan weer wel weghaalt met je sponsje. Ja. Ja, dat schuursponsje is echt wel goed waard. Ja, dan moet je moet dat eigenlijk bij u naast u liggen. Ja. En dan op een bepaald moment zeg je gewoon van oké, we gaan nu even sturen. En mocht dat goed opduwen, dat kan je kwijt. Hè. Natuurlijk zien dat je vliegtuig niet beschadigd. Maar dan ga je er recht, zie je dat? Ja. Kunnen de rechten zo die... Ja. Dan kunnen we dat er volledig gaan inzetten. Zie je dat dan? En daar wat dat het vuil zich ophoopt, dan ga je het gewoon iets gaan verdonkeren. Dus gelijk in die nerfjes. Ja. Dus wat gaan we gaan doen? In die nerfjes gaan we dat gewoon iets verdonkeren. Hè? Dus we gaan... Maar in het begin, wat is denk ik de fout dat meest veel mensen maken, dat is te weinig geduld. Ja. Van het moet rap gaan, hé, dan moet je direct gedaan zijn. Dat is één fout. En het toestel te hard gaan zetten. En dan een grote, dikke, vette, donkere plek erop. Die dan moeilijk weg te krijgen is. Dus het is echt, doe dat op je gemak. Hé. Begint ook altijd, eerste keer, op je laken of op je doek. Dat je zeker bent dat hij niet verstopt zit. Dat hij niet erop spuit of weet ik veel wat allemaal. En dan ga je heel voorzichtig eens... En nogmaals, ik kan nu even laten drogen. Ja. Kijk, en dan gaan we er weer over. Maar wat is het voordeel? De airbrush die in de diepte zit, ga je niet meeschuren. Ja. Dus die schaduwen blijven. Ja. En gaat gewoon die bovenste lagen er weer een beetje afhalen. Kijk, sowieso ja, voilà. Het effect ook in hier het ook, echte, kijk je hier ook, zie je dat? Ja. En dan zo ga je een decal er gaan inwerken. Hè. Dus het is wel, het is een zeer plezant materiaal om mee te werken. Het is een zacht materiaal. En
Het is wel geestig zo. Het is zo een beetje stressloos wedderen, zeg ik daartegen. Alleen opletten als je die lijn erop zet, dat je niet zo'n damboord effect krijgt. En dat zie je wel veel op allee, van die weddertoestanden. Zo, het ligt er een beetje te dik op. Allee, zo, een beetje... Nee, zullen we wel al de lijntjes aan doen, terwijl we het zelf nog niet gedaan hebben aan die kant. Maar... Jawel, hè. Ja, toch? Jawel, hè. Ah, ja, sorry. Ja, excuseer. Maar het is iets beter omdat die donkerder is. Ja, 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 jawel, jawel. Ja, en hier ook dus een zwarte verf die dan in die lijntjes komt. Als je dan met het schuurpontje... Ja, super. Het verschil zien we. Ja. En doordat ook het lijntje niet overal even diep getrokken is, zie je daar ook, zelfs ook daarin een verdekkingen om effenheid, wat het wel extra realistisch en mooi maakt. Hè. Kijk, hierom nog een keer de techniek te herhalen. Dus gewoon... toch moet je beker kunnen leren gebruiken, zei Bert, sorry. Ja. Maar dat kon, ja, als je een beetje een Alzheimer begint te krijgen, dan vergeet je dat dan zo'n ding bestaan. Hè. Goed. Nee, dat is, dus de techniek is gewoon met uw pen ga je lijntjes doortrekken. Hè, zoals dat ik aan de binnenkant gedaan heb. Voilà. Je moet dat niet opduwen, gewoon uw pennetje er laten overlopen. Voilà. En dan kunnen die gatjes prikken. Ja. Ja, als je natuurlijk niet echt een vaste hand hebt, dan is het beter dat je daar je latje laat langslopen. En dat je langs je latje die gatjes gaat gaan prikken. Ja, er steeds ook al verschillende toestellen van heel dichtbij gezien. En de echte zijn ook helemaal, dus allemaal niet zo heel recht en netjes zoals je zou denken dat het is. Hè. Dus... Nee, en moet eerlijk zijn, als je daar een beetje van gebeten geraakt, dan ga je documenteren. Ja. En dan is hij heel gans verloren. Hè. Ja, dat was ook wel wat Tommy zei vorige week, heel leuk en heel belangrijk. Zoals sommige mensen gaan dan echt eerst... een echte replica gaan maken van een bestaand toestel en dan zijn er heel veel bronnen waar je terecht kan om heel veel te gaan vinden, om echt een exacte kopie van het bestaand toestel te gaan vinden of te gaan maken die ergens nog in een museum staat of nog zelfs rondvliegt misschien, wordt het helemaal leuk uiteraard. Hè. Ik ben er nog speciaal voor naar Schijveren gereden, voor mijn Hulker. Er staat er een op dat monument. Hè. Ja. Maar ja, niet iedereen is zo zot als ik natuurlijk. Hè. Ja, in Engeland vind je ook heel veel boeken nog terug met heel veel details over, zeker over de Engelse RAF-toestellen. Mensen die al in het museum in Duxford of in noem het daar voorbij Londen, ten noorden van Londen geweest zijn. Ja, daar vind je nog heel veel mooie toestellen en kun je ze echt wel van dichtbij fotograferen en bekijken. Zeker de moeite waard als je aan een Wereldoorlog 2 toestel werkt om dat museum eventjes te bezoeken. Dan zou ik wel zeggen, wacht eventjes tot het betere tijden zijn, want momenteel zal het niet echt een succesreis worden. Te zeggen dat je met een Engelse variant naar huis wil komen. Dat gaan we niet doen. Liever in een andere variant naar huis komen dan met een Engelse. Ja, het RAF Museum is in Hendon, dacht ik. Ja, dat is Londen en dan een half uurtje trein. En als je het metrostation buiten komt, uurtjes wandelen naar een heel mooi museum. Die toch eigenlijk makkelijk bereikbaar is voor mensen in Europa. En daar kun je dan ook de specifieke boeken gaan krijgen met de details over onder andere Spitfire of Mosquito of weet ik veel allemaal.
Ik heb die destijds ook gekocht. Dat is mooi gedocumenteerd. Nee, maar zelfs als je mail stuurt naar allee, mensen die met een echte opgekuist hebben, ja. Die zijn eigenlijk zeer behulpzaam om je documentatie door te sturen. Wat dat ook zeer interessant kan zijn, is het Luchtvaartmuseum in Brussel. Ja. Kan ook super interessant zijn. Ja, eigenlijk staat heel dichtbij, maar mensen en die zijn zeker gewijderd. Ja, inderdaad, zoals Jetprop DLX, hoe de echte naam is, zegt ja, in musea zijn sommige toestellen veel te mooi. Ja, hangt er inderdaad vanaf welke toestel. Maar ja. Ik hou daar wel van persoonlijk. Het geeft een bepaald cachet en karakter aan je toestel wat dat je normaal niet hebt. Ja. Mits alleen niet zoveel moeite uiteindelijk om dat voor elkaar te krijgen. Hè. Ja. Inderdaad, zoals Tommy vorige week ook aangaf, ja, die Victory Stripes op die zwarte van die day, ja, dat was echt gewoon met de brede borstel erop. Dat, ja, echt mooi was het niet. Ik denk dat de meeste replica's of de modellen te mooi zijn dan in dat opzicht. Dat is waar, ja. Altijd een eigen om dat te mooi en te perfect te gaan doen. Maar uiteindelijk, en zeker allez, zoiets dat mag, hé, dat kan dat wel verdragen, dat er een keer wat verwaarloosd uitziet. Dat kan uiteindelijk wel. Ja. We hadden hier nog een decalke, denk ik. Kijk, we krijgen nog wat nuttige, leuke informatie over boeken die beschikbaar zijn. Dus dat is allemaal leuk. Bedankt om die te delen, jongens. Ja, nog een, die hangt hier vooraan. We gaan eigenlijk op dezelfde manier te werk, voor de propeller ook hetzelfde. Dus ook terug met het zilver en dan terug de kleuren erop gaan zetten met het vet waarschijnlijk, hè. Op de prop ook. Ja. Ja. Ja, als je ziet, de spinner is ook hier nog een deel. Zijn al zijn overwinning moeten er nog op. Ja, de Vladimir heeft er toch wel wat neergehaald hier. Wel heel veel, hè? Ja, toch? Ik vond het ook. Ofwel waren dat flessen vodka, dat kan ook. Kan ook dat. Vladimir. Die heb ik wel zelf geplot, Bert, mijn excuses daarvoor. Die kleine sterkjes. Okay, ja. Ik zou dat niet zetten voor dat uit te snijden. Dus ja, die heb ik zelf vervaardigd. Ja, modelbouwers die gesneden stickers zoeken of zo. Jan hier heeft zijn eigen bedrijf waar hij ook terecht kan, ja, voor het beletteren van uw firmawagen of van uw bedrijfsgebouw. Belettering is een van Jan's specialiteiten. En zoals u ziet... Dat is waar. Het komt zeker in orde. Maar krijg concurrentie, Bert, nu dat je zelf een plotter gekocht hebt? Hey, verdorie. Ja. Weer al werk minder. Als het echt goed moet zijn, dan moet ze bij jou zijn. We zijn maar de amateurs. Oh. Ja, nee, het gaat er hem gewoon om. We hebben heel veel vraag en voor heel veel kistjes. Ik ben niet wakker van. We hebben 61 inch laser met een bepaalde sticker erop. Als je hem heel mooi wil afwerken, ja, voor één sticker willen we deze brave man ook niet lastig vallen. Dus is het gewoon makkelijk om het in huis eventjes te printen, zeg maar. Goed, gaan we eerst misschien dat eerste decalken hier nog afwerken. Okay. Dat is ook gedaan. Ja. Hij houdt de tijd even in de gaten, Bert. Ja, we zijn al een uurtje bezig. Dus, maar toch, oei. Ja. Want ik, ja, als ik mij amuseer, dan vergeet ik de tijd. Sorry, hè. Amusement is het al, hè, in onze hobby. Hier gaan we ook terug die lijnen erdoor gaan zetten met de stift en dan ook de puntjes, de rivets, doortrekken door de decals die ook eerst wat gezet werden. Hè. En dan nu gaan we terug met wat zwart. Mag ik hem nog maar wat kippen? Dat is goed. Ah ja, voor hem. Ah ja, ja, ah ja, zo denk ik dat mensen het ietsje beter kunnen zien thuis. Ja.
echt een perfect corona-werkje. Hè. Om de lange avonden te vullen. Ja, waar. Ja. Heel veel mensen nu de tijd en de goesting krijgen om een kist die misschien al een paar jaar meegaat of die ze al eventjes hebben, om die toch eventjes een extra dimensie te geven. Dus zoals u ziet, heren, een paar avondjes en een paar uurtjes investeren en u hebt een volledig nieuw toestel. Hè. Dan kom je op de club de eerste mooie lentedag en dan zeggen ze, wow, we hebben een nieuwe kist. Ja. Even een mopkeus gedaan. Goed. Ik had natuurlijk ook aan dat je vrouw zegt van godverdomme, die heeft er weer een nieuwe gekocht. Nee. Oh, maar mijn vrouw is nog nooit op mijn hobbykamer geweest. Dat moet ze buiten houden, hè, Bert. Huh. Allee, mijn vrouw... Oh, wel, ja, ik moet er nog niet van klaar. Ik dat ze blij is dat ik er zit. Next, prop. Ja. De 27, ja, dat gaan we nu niet doen. Allee, ik ga het wel opzetten. Ja, ik ga even gewoon nog een keer tonen aan de mensen thuis. Wat het resultaat is van de zijkant. Zo, dus we zijn volledig blank begonnen. En dit is wel een heel mooi resultaat. Maar zoals Jan zegt, ja, je moet er echt de tijd voor nemen. Nu zijn we hier alles een beetje in een uurtje rap aan het tonen. Maar toch al een verbluffend resultaat. En dan gaan we nu verder die prop afwerken. Hetzelfde systeem. Het zilver zat er al op. Ja. Dus er zijn al twee palletjes gedaan. Eventjes ook in de camera vooraan tonen. Dus die twee pallen hier zijn al gedaan. We zijn vertrokken van een volledig zwarte prop. Klopt. Die eerst, zoals deze pal, dan in het zilver gezet werd. En nu gaan we terug, of gaat Jan toch, terug het geel en het zwart erop doen. Met het gebruik, met de truc van het vet erop. Dus voor de mensen die dit gedeelte zouden gemist hebben, gewoon een potje vet en een sponsje en wat deppen, zeg maar. Dus nu hebben we terug het zwart van de propeller. Hè? Ja. De spinner, ja, normaal kan je ook het palletje er altijd afhalen, maar dat is nu ook niet echt nodig. Palletje eraf. Nou, ook. Dan moet een beetje durven smossen ook. Okay. Dat is plezant. Ja, de vraag blijft de prop wel in balans? Ja, uiteraard gaan we hier en daar. Ja, kunnen we niet op een milligram. Ik denk dat het een beetje verf dat we erop zetten, dat verwaarloosbaar is. Ik denk niet dat dan nu veel verschil gaan maken. Probeert het uiteraard op elke pal evenveel te zetten. Kan ze altijd achteraf nog wat terug gaan balanceren naar gewicht toe met een matte vernis erop te zetten, dus dat kan altijd als je dat wil. Dat zou een mogelijkheid zijn als je ze achteraf op een pal om een prop te balanceren. Wat veel mensen niet weten is dat je, als je wilt schuren of materiaal wegnemen, dat je het eigenlijk aan de achterkant van de prop doet en niet aan de voorkant van een prop. Is eigenlijk zoals een vleugel, die heeft het profiel en je moet zorgen dat je het profiel behoudt en dan is het beter dat je aan de achterkant schuurt om gewicht weg te nemen. Maar ik denk het makkelijkste is gewoon dan op de pallen die ietsje te licht zijn, om daar een matte vernis op te zetten om daar wat gewicht toe te voegen. Moest je het willen zover Ik weet niet of dat alleen in dit geval heel veel invloed gaat. Ja, we zitten hier met een klein 3S motortje. Ik denk inderdaad niet dat we het hier heel ver moeten gaan zoeken. Moest dat nu een DA120 zijn, dan zoek dat toch een keer en dan nog. Ja. En dan nog. Daar zijn de grammetjes ook minder... minder belangrijk, te waar. Dus terug op de andere camera zetten. Ik zie je. Voilà. Dan kunnen we ook dat geel erop zetten.
hem nog even moeten ontvetten. Dan kan je ook doppen of in een andere techniek in plaats van met een Airbus. Kan ook met een Airbus natuurlijk. Maar hier heb je nu geen vet aan gedaan? Die topjes? Nee. Okay. Kan ook, maar ja, natuurlijk met je borstelken ga je dat vet openwrijven. Dat zou ik, als ik het met een penseeltje zou doen, ik heb het hier ook met een penseeltje gedaan, ga ik dat toch een beetje gaan afwrijven met een sponsje of met een schuurdingsje. Okay. Mijn schuren matchen, maar niet. Ja. Kunnen we ook niet misschien dat die toppen van die prop wel nu en dan een keer een beetje geretoucheerd werden in het verleden ook? Geen flauw idee van als het zo was of niet? In werkelijkheid? Ja, in werkelijkheid. Geen idee. Om te zorgen dat die goed zichtbaar bleef. En nu even laten drogen, dan kunnen we dat weer met ons schuurmatje over. Maar dat moet wel even drogen, want het is acryl, het is niet direct droog. He. Nee, oké, top. Ja, ik denk dat we al een heel eind zijn eigenlijk. He. We hebben in principe... De weddering van de vleugels gezien, de stickers gezien. Ja, eigenlijk moet de onderkant nog gedouwen, maar in principe... Het is hetzelfde principe. Het is hetzelfde principe, maar ik kan mij daar nog een... Nog een paar uur mee bezig. Maar ja, ik kan mij nog een dag aan amuseren. Ja. Zeker, want soms gaan we er nog met roest op. Met roest, wax en was. En je hebt er zo'n 100.000 van die kleurtjes in dat je hem nog een beetje kunt opsmukken. Een beetje opletten dat het geen kleurboek wordt natuurlijk, maar experimenteer met die wasjes en met die verfjes, hè, zoals dat je binnenkort gaat binnen hebben in je winkel, dat is schitterend. Hè. Ja. Je verdunt dat, stik dat in je airbrush. We kunnen een keer proberen wat dat geeft, is niet goed, je wrijft het er weer af. Hè, ja. Zeiden van oké, sta mij niet aan. Hier gaan we nu hier en daar nog wat zwart zijn accentjes. Dit zal wel niet in werkelijkheid zo zijn. Wat dan die vijsjes zijn veronderstel ik, maar kijk, zie je dat, je kunt er een soort... Het is dat, anders blijft hij zo wat vlak. Maar bijvoorbeeld in de rand ook, kan ook ergens gaan, een beetje gaan... En van binnen naar buiten om dat effect te krijgen. Hè. Ja, Luc vraagt, komt dit ook op 3D-modellen? Bedoel je dan 3D-geprinte modellen, Luc? Of op 3D-toestellen zoals extras en... dat zou ik niet doen. Jaks en weet ik veel wat allemaal. En edges, ja, daar zou ik het persoonlijk ook niet op doen. Ja, je kan het natuurlijk. Hè. Je ziet de heavy metal uitvoering van de MX-6 van Extreme Flight. Die is ook dan met die weathering gedaan. Dat is een zilver in, hè? Ja, persoonlijk vind ik het niet, vind ik dat minder mooi. Maar dat is natuurlijk smaak en goesting. Zoals bijvoorbeeld van Pilot RC hebben ze dan ook de extra in die Mustang kleuren. Persoonlijk iets minder mijn ding, maar goed, ik zeg dat is... ook mijn ding niet, maar ja, dat is een kwestie van smaak en van hoesting. Ja. En daar kun je het natuurlijk ook op doen, hè, waarom niet? Ja. Dat kan, maar het is een beetje hetzelfde of een jet uit een stuntteam. Ja. Je hebt niet veel nut voor dat te wedderen, hè. Die mannen worden achter iedere vlucht gepoetst, die vliegtuigen. Maar ja, het is zoals je zegt, als je niet kunt houden, ja, doe maar eens, zou ik zeggen. Zeker. Dus nu gaan we daar nog wat en dan kan we ook terug met het sponsje waarschijnlijk nog. Ja, maar dan kunnen hier nog een keer overgaan. Ja. Als je zegt van het is te veel.
Kijk, zie dat? Ja. Dat is wat plezant, ja. Vind ik. We kunnen echt die krassen erin zetten. Ik had nog één vraag dan, Jan. Voor jou, gaan we nog met die avansboord, doe je daar nog iets speciaals mee? Om die avansboord te accentueren, omdat je daar natuurlijk het meest impact krijgt. En meest... Ik moet eerlijk zijn dat ik dat eigenlijk zelden doe. Kan je ook zeggen waarom? De meesten hebben de neiging, daar waar dat de mitrailleurs zitten, ik weet nu niet op welk dit toestel waar dan ze zitten, zijn dit nu de mitrailleurs, om daar echt zo van die zwarte, dikke lijnen door gaan opzetten. Ik doe dat niet. Ja. Maar het kan. Ook terugsmaken en goesting. Ja, het kan. Ze zeggen, het kan. Mensen die het willen doen, baseer u, ga kijken op een echt toestel en baseer u daarop eigenlijk. Hè. Ja. Dat is nog altijd het mooiste, denk ik, om een bestaand toestel te gaan kopiëren zoveel mogelijk en die zo scale mogelijk na te bouwen. Dat is de grootste uitdaging. Hè. Ja, ik weet niet of dat dit de bedoeling is op zo'n toestel om dat te gaan doen. Het kan, hè. Maar ik denk dat dit meer amusement is. Hè. Ja, allee, zeker. Dat is mijn mening daarover natuurlijk. Ja, ik denk inderdaad, als we naar de size 100cc en meer gaan. Wel, als je zo een Mokie 250, dat dan echt wel de bedoeling is om het in de verre toekomst droom ik wel een keer van een Carve Corsair. Dat is eigenlijk wat dat ga ik doen als ik op pensioen ben. Ja, er zijn er toch wel een paar die rondvliegen in België al. Hè. Ja, zeker. Sam Pet zit erin en Tom Minant ook. Beide met een Mokie 250, dacht ik. Schitterend. Ja, schitterend toestel. Vliegt ook zeer goed. Is het waar? Ja. Alhoewel dan de Corsair niet zo'n goede naam heeft. Allee, ja, goed. Ik denk dat veel mensen het onderschatten. Hij heeft een dik vleugelprofiel en ook heel veel vleugeloppervlak. Het is echt een hele brede vleugel. Maar uiteindelijk een carrier. En die vleugels, marcheert dan? Voor zover ik weet, hebben zij vaste vleugels. Ja, ik ken wel mensen die met de folding wings... Vliegen is natuurlijk voor een show, ja, een dikke show als je met die vleugels plat en dan... maar ik denk dat het wel heel goed vliegt, ik denk dat Sam en Tom dat wel kunnen bevestigen. Ja. Ja. Maar dat komt, ooit. Als ik die jets niet meer zie. Dan ga ik mijn kaart maken. Ideaal. Voilà Bert, goed. Ik denk dat we er... voor deze avond zijn. Ja. Ik zeg het nogmaals, denk ik kan ook. Mij daar nog een uur of 3-4 aan amuseren om die fijne zeker. Dingetjes. Maar ik hoop dat de mensen er iets aan gehad hebben om bepaalde techniekjes te leren. En denk om dat thuis een keer te proberen natuurlijk. Hè, ja. Ja. Ik zou zeggen, mensen, probeer dat een keer. Je kunt in principe niet veel meer misdoen. Nee. En je maakt van uw toestel. Ja. Je hebt altijd een toestelletje dat niemand anders heeft. Sowieso, je kunt dat nooit niet op dezelfde manier opnieuw doen. Hè. Ja. Je hebt altijd tot uw toestel en anders dan blijf je toch maar allemaal met een toestel zitten die er allemaal hetzelfde uitzien. En zeker. Zo maak je het toestel dat van nu is. Dus de gewone ready to fly out of the box van E-Flight. Dat is nu de Mustang of de nieuwe Focke-Wulf die eraan komt. Perfect toestelletje om op te testen. Of je hebt er misschien zelf nog eentje op de zolder liggen. Dan zou ik zeggen, doen. Gewoon proberen. Airbrushes hebben wij al in het gamma van Fengda vanaf €119. Hey, deze volledig compleet met de... pistool, double action erbij. Als je dan een betere wil gaan met een reservoirtje erbij, dat je iets constantere druk hebt, dat je ook grotere oppervlakten kunt doen, nou, dan gaan we het gamma zitten tussen de €119 en de €229. Dus van alles beschikbaar, ook de verf komt heel binnenkort in het gamma. Dan zou ik vooral Jan willen bedanken voor zijn aanwezigheid hier graag, en voor de heel nuttige, toffe YouTube live. Er zelf ook heel veel van geleerd en ik kan niet wachten tot mijn nieuwe werkplaats klaar is om er ook eentje volledig te wedderen. Ik zou zeggen, de mensen die gekeken hebben, heel hartelijk bedankt om te kijken. Als jullie nog vragen hebben, stel ze gerust in de chat of stuur ons een berichtje via onze Facebookpagina of een mailtje. Ik denk als er vragen zijn voor Jan, dat we ze ook misschien nog kunnen doorsturen. Via of mensen zijn misschien ook. Ja, ik ben te vinden op Facebook onder Jan Bekaus, vindt u mij. Mocht u een vraagje hebben over Airbus of gelijk wat, alstublieft stel het. Ik ga u zeker antwoorden. Het is tenslotte mijn hobby en mijn passie. Ik doe dat met plezier. Ja. Maar ik zou zeggen, laat jullie gaan. De investering is eigenlijk in vergelijking met 20 jaar terug minim de dag van vandaag. Dus je hebt eigenlijk niks te verliezen. Je hebt alleen maar een mooi toestel te winnen. Hè. Dat is het eigenlijk. Hè. Top. Bedankt Jan. Volgende week zijn we er terug voor onze Franse klanten. Pour les francophones, la semaine prochaine on est là. Avec une vidéo sur les radios et les récepteurs Futaba. En dan in 2 weken zijn we terug in het Nederlands met alles over Futaba zenders, ontvangers.
Hebt u vragen of specifieke dingen die u bekeken wil hebben? Of zeg je van, hoe programmeer je dit of dat? Maak het ook niet te ingewikkeld voor mij, alsjeblieft. Maar ik probeer een beetje een basis uit te leggen. Ik vlieg al van mijn 12 jaar, ondertussen 30 jaar, Futaba. Dus ik denk dat ik de meeste zenders wel tamelijk goed ken al. Dus daar gaan we binnen 2 weken dan een avondje aan besteden. Laat gerust weten als er vragen zijn daarover. En verder zou ik zeggen, hebt u interesse in een airbrush toestel, dan is het nu de moment. Ze komen eind deze week bijna allemaal terug binnen, maar u kunt nu profiteren van 10% korting op onze website met de kortingscode FENGDA10. En die is geldig tot woensdagavond. Dus ik zou zeggen, profiteer ervan. En bedankt voor het kijken en dan zeker tot volgende week. Schrijf u in, volg ons op Facebook en op onze YouTube-kanaal voor de laatste nieuwtjes. En dan zou ik zeggen tot heel binnenkort. Hou jullie goed in deze gekke coronatijden en bedankt voor het kijken. Ciao. Tot de volgende. Bedankt, salut.